Mark Vrijen van de Stumpers, de organiserende club. Mark, vandaag de zoveelste aflevering voor de grote prijs Scherens. Ja, vertel eens. Ja, inderdaad, we zijn bijna de tel vergeten, maar ik denk dat we zeker ongeveer aan de 60ste editie zitten van de grote prijs, bij Poeske Scherens. En het is weer al een heel mooi deelnemersveld, denk ik, met toch maar een paar vedetten erbij. Een Tim Merlier, een Bonifacio, die over 2 jaar hier gewonnen heeft. En dus een 142 renners, dus ik denk wel dat het een succesvolle wedstrijd zal worden. Wat betreft het parcours, ongeveer gelijkstemmend met het wereldkampioenschap, dat is ook een verandering uiteraard, hè? Inderdaad, we hebben er een beetje voor gekozen om naar aanleiding van de wereldkampioenschappen eind september, om het parcours dus volledig een beetje aan te passen, toch in grote lijnen, nog niet volledig, maar toch in grote lijnen, om dus het parcours wat te veranderen, waarvan er dus natuurlijk een drietal klimmers bij zijn. De Sint-Antoniusberg is erbij, de Wijnperstraat is ook nogal een stevige, een 7-8%, en dan zeker niet te vergeten, de absolute is gezegd een Boelenberg, maar de Keizersberg is dan toch ook altijd een van de bergjes dat ze moeten doen. Want ik zeg bergjes, het zijn altijd maar 200-300 meter die stukjes, maar het is toch wel, na zoveel ronden is dat toch wel een beetje een kuitenbijter. De wedstrijd zelf was gepland op een andere datum. Waarom is er gewijzigd? Wel inderdaad, het was eerst voorzien 29 augustus. We zijn dan verschoven en via de kalender van het UCI naar 15 augustus. En dat heeft, langs de ene kant heeft dat voor ons wel een goed voordeel, ook voor de stad Leuven. Dus het wordt nu ook rechtstreeks uitgezonden vanaf na de middag op Sporza. En de wedstrijd komt dus toe rond 14:45 deze namiddag. En dan om 3:00 wordt er overgeschakeld naar de Vuelta in Spanje. Dus op die moment krijgen wij dan de kans om dat toch uit te zenden op de zender van Sporza. En dat toch iedereen, niet alleen de Leuvenaar, maar gans Vlaanderen en België praktisch de koers kan volgen. En dat is dan toch een heel goede promotie voor de stad Leuven en voor de koers en voor de wielerwedstrijd en voor de Stumpers. Voor iedereen is het uiteraard een grote test naar het wereldkampioenschap toe, voor de Stumpers, voor de organiserende UCI en dergelijke. Wat schort er nog aan de organisatie? Wel, inderdaad, als je ziet op zo'n parcours, nu valt dat nog een beetje mee. Nu hebben we ongeveer een 150 à 180 seingevers die we moeten plaatsen. We moeten al die mensen zoeken, niet simpel. Tegenwoordig, het engagement van de jongeren is van die aard dat het soms moeilijk is om seingevers te vinden. Nochtans, ik zeg altijd, en ik ben nu toch al een aantal jaren actief binnen de wielerwedstrijden van de Stumpers, zijn er geen signaalgevers, is er geen koers. Dus eigenlijk is dat een heel belangrijke taak. En daar moeten we natuurlijk altijd zoeken. En zeker voor het wereldkampioenschap, als je weet dat er op gans dat parcours 3600 seingevers nodig zijn. Dus dat is toch wel geen klein bier. En doet het maar. Die mensen moeten daar ook dan 3 dagen staan bijna. Van 's morgens tot 's avonds. Die krijgen daar wel een klein lunchje voor. En een drankje. Maar het zijn vooral ook wielerliefhebbers dat dat doen. Mensen met een hart van goud voor de wielersport. En wij zijn altijd zeer dankbaar. En men vergeet dat soms. Dat die mensen zeer, zeer, zeer gewaardeerd worden. Naar de toekomst toe. De toekomst voor de grote prijs is verzekerd. Inderdaad, ik denk dat wij jaarlijks onze grote prijs terug gaan organiseren. Normaal gaan wij gewoonlijk naar de week van september, omdat het hier ook in Leuven dan Leuven Kermis is en dat er dan toch ook altijd activiteiten zijn. Natuurlijk, 2 jaar geleden hebben we nog kunnen de koers organiseren, maar met heel de corona-perikelen hebben we dus dan moeten uitstellen en konden we niet zoveel meer doen. Maar ik denk dat we naar de toekomst vanaf volgend jaar, waarschijnlijk terug in september, ergens rond Leuven Kermis, die wedstrijd gaan laten doorgaan van Poeske. Alvast veel succes naar de toekomst toe en voor vandaag ook uiteraard. Graag, veel bedankt en nog veel succes met jullie Radio Signaal.